Elke voet is anders. En daarom moet eigenlijk ook elke schoen op maat gemaakt worden. Met een custom made sole zorgt de specialist voor dit maatwerk. We zien eigenlijk, je hebt eigenlijk een hoge wreef, hoge voetboog, een hard bord, bot wat uitsteekt. Nou, ga eens eigenlijk door je knie heen. Kom eens met je knie naar voren, want dan gaan we kijken van, hey, komt die enkel naar binnen? Met de voetspiegel herkennen we de drukbelasting van de voet. En dan kunnen we eigenlijk kijken aan de onderkant, wat is de belasting op de voet? De volgende stap is de keuze van de zool die past bij de activiteit. En deze worden vervolgens met warmte flexibel gemaakt. Nou, we zetten de oven aan en zo meteen is die zool echt helemaal zacht. Nou, we hebben de pet gevacumeerd. Dan gaan we je voet erop plaatsen. In eerste instantie doe ik het nog in zit. Dus je hoeft nog niet te staan. We laten er wat lucht bij lopen. Ik hou je voet even iets vast. Dan drukken we je voet iets dieper erin. Voetboog aandrukken. Hetzelfde ook bij je linkervoet. Op het moment dat we dan een soort malletje gemaakt hebben, hebben we ook gelijk een steuntje. En dan even gaan staan om het lichaamsgewicht op de vorm te brengen. Ik laat er één voor één de lucht bij lopen. Ik hou je voet vast en hier ook, zodat je recht naar beneden toe zakt. In de tussentijd zijn de zolen klaar. We plaatsen de voet op de verwarmde zolen in de mal. De voeten weer bovenop. Je krijgt veel meer steun, een gelijkmatige drukverdeling. Daardoor stel je vermoeidheid een heel stuk uit. Maximaal comfort gegarandeerd. En niet alleen bij het wandelen.